De ondernemers zijn boos en de politiek die stelt vragen. Aanhangers van Olympique Marseille trokken gistermiddag als een op hol geslagen kudde door de Groningen binnenstad. Hoe kon dat gebeuren? De burgemeester noemt de rellen all in the game. Maar de ondernemers denken daar heel anders over. Het is de day after in de Poelenstraat. De terrasjes zitten vol, de rust lijkt teruggekeerd. Maar schijnbedriegt. Neem bijvoorbeeld de eigenaar van deze fotozaak. Hij werd gisteren compleet verrast. Het was heftig, het ging even flink tekeer. Gelukkig valt de schade mee in de straat. Er is niet zo heel veel kapot gegaan, maar nou, de schrik en met name en woede dat wij niet op de hoogte zijn gesteld wat hier heeft plaatsgevonden. En dat terwijl de dag zo gezellig begon. Ook op de Grote Markt was het in eerste instantie één groot feest. En dan ineens komt er zo'n uiteindelijk maar klein groepje van die maloten uit Marseille aan en die gaan de zaak even verstieren. Wouter Kriens zat met een paar vrienden op het terras van de Drie Gezusters toen het misging. Hij legde alles vast met zijn mobiele telefoon. Dat stond dus helemaal nergens op, want er was ook totaal niks aan de hand en het terras was helemaal niet zo vol. En er waren gewoon bepaalde mensen zaten daar, wij zaten rustig te drinken. Een oud vrouwtje stond er bij ons en eigenlijk totaal niks aan de hand. En opeens, de eerste twee pakken een stoel en ze namen allemaal over volgens mij. Dat de Poelenstraat was ingericht als fanzone kwam ook voor de ondernemers aan de Grote Markt als een verrassing. We hadden het wel heel erg plezierig gevonden als we dat hadden geweten. En verder hadden we graag geweten hoe laat de eerste supporters de stad in zouden komen. Want we hadden om 9:00, toen we nog niet open waren, hadden we al een groep van een man of 40 hier op het terras zitten. De Groningen City Club noemt het schrijnend dat de situatie zo uit de hand is gelopen. De reputatie van de supporters van Olympique Marseille was immers bekend. Uiteindelijk krijgen de ondernemers in de binnenstad de rekening gepresenteerd. Die ondernemers die hebben inkomsten misgelopen, die moesten dicht gistermiddag en die hebben schade. En ik vind dat er snel en adequaat een antwoord moet komen over hoe we dat gaan regelen, nog voordat de volgende wedstrijden op het programma staan. De enige die er eigenlijk beter van is geworden is Wouter Kriens. Hij heeft de rechten van zijn filmpje inmiddels verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Ja, bij mij aan tafel René Bolle, fractievoorzitter van het CDA van de Groninger gemeenteraad. Welkom meneer Bolle. U heeft een spoeddebat aangevraagd met de burgemeester. Daarover praten we zo direct. Maar eerst even naar die ondernemers die we zojuist zagen, die horecaondernemers. Die zijn boos, terecht? Nou ja, dat begrijp ik wel. Als je terras natuurlijk zo gemolesteerd wordt, dan begrijp ik dat je boos bent. Als je klanten daar gewoon rustig een bakje koffie of een biertje zitten te drinken, dan, dan moet dat natuurlijk gewoon kunnen. En ik hoorde meneer Wustenberg volgens mij was het zeggen dat ze ook niet op de hoogte waren dat die fanzone daar was ingericht. Of heel kort van tevoren. Of heel kort van tevoren, ja. En dat je dan een beetje boos bent, dat begrijp ik wel, ja. Ja, we praten er uitgebreid over verder. We gaan eerst even kijken naar de politie. Want verschillende bronnen melden dat er binnen het politiekorps oneenigheid was over de aanpak van de Franse supporters. Was het wel of niet verantwoord ze in de binnenstad toe te laten? Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En dat geldt zeker voor de politie. En er is gewaarschuwd. De operationele leiding rond de voetbalwedstrijd heeft vooraf een duidelijk advies gegeven. Hou de Marseille-hooligans uit het centrum. Die aanbeveling slaat de korpsleiding in de wind. Zo bevestigen meerdere bronnen binnen het korps. De politie verwijst voor een reactie naar burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. En juist den Oudsten weet als geen ander waar de harde kern van Olympique Marseille toe in staat is. Vlam slaat in de pan als de Fransen met een vuurwerkpistool gaan schieten. Er wordt wat vuurwerk heen en weer gegooid, maar de politie haalt de supporters weer uit elkaar. Even na vieren worden de supporters uit de stad richting stadion verdreven. De politie heeft zeker 9 mensen aangehouden, veelal voor verboden wapenbezit. Er is natuurlijk wel een korte schermutseling geweest van hooguit 10 minuten, denk ik. Daarvan kun je afvragen, van hadden we dat nou op een andere manier moeten voorbereiden, waardoor dat niet heeft plaats kunnen vinden. Ik vind dat je daar ook serieus naar moet kijken. Voor het overige vind ik dat, gegeven ook het feit dat er toch bijzondere supporters zijn die meekomen uit Frankrijk, vind ik dat het relatief rustig is verlopen en dat politie goed werk heeft gedaan. Dat de meubilair is gesneuveld, dat vind ik erg. Tegelijkertijd, het is ook wel een beetje all in the game, hè. Wij weten dat de supporters van Olympique Marseille, dat volk is waar je echt voorzichtig mee moet zijn. Dus blijft de vraag over waarom juist deze fans worden verwelkomd in een fanzone in de binnenstad van Groningen.
We hebben burgemeester Den Oudsten om commentaar gevraagd, maar hij wil nog geen commentaar geven. De politie die wilde eerst niet reageren, maar gaf later een persbericht uit waarin ze ontkent dat er adviezen van de operationele leiding zijn genegeerd. Ja, meneer Bolle, de politie ontkent dus dat ze het advies om de supporters niet in de binnenstad toe te laten, dat is genegeerd. Wat denkt u? Ja, dat is lastig in te schatten. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom we dat debat hebben aangevraagd om van de burgemeester zelf te horen van hoe is dat nou precies gelopen. Ja. En hè, in het filmpje zag je ook, ja, een gewaarschuwd mens zou je zeggen telt voor twee. Hij heeft eerder met het bijltje moeten hakken ten tijde van het burgemeesterschap in Enschede. Hij heeft in Enschede met hetzelfde verhaal gehad. Dus ja. Ja, dan vraag je je af waarom dat hier dan... Wat is het doel van het spoeddebat wat u dan heeft aangevraagd? Nou ja, dat in ieder geval duidelijk wordt wat de afwegingen geweest zijn om die fanzone te starten. Ja. Ik zou ook graag van de burgemeester willen horen waarom hij het acceptabel vindt dat er een meubilair sneuvelt in de binnenstad. Ja. Volgens mij, als je zo'n fanzone inricht, dan moet je een inschatting maken van de risico's. En dan moet je er ook voor zorgen dat de andere mensen die een eindje verderop zitten, dat die dan eigenlijk gewoon daar rustig kunnen zitten. Nou, van de andere kant, het is een voetbalwedstrijd. Burgemeester Den Oudsten gaf aan, het is all in the game. Is het ook niet een beetje makkelijk om dan meteen een spoeddebat aan te vragen? Maar als het all in the game is, dan was hij op de hoogte van de risico's. En dan had hij met de ondernemers om tafel moeten gaan. Had hij moeten zeggen, die terrassen moeten weg. Want ik ga hier iets doen waarvan ik eigenlijk weet dat het wel eens uit de hand zou kunnen gaan lopen. Wat moet de gemeente doen voor de gedupeerde ondernemers, vindt u? Nou, in ieder geval moet even duidelijk worden hoe groot de schade is. Dat moet eerst uitgezocht worden. En dan kunnen we kijken wie dat zou moeten gaan betalen. In ieder geval zou ik het meeste willen verhalen op die railschoppers uit Frankrijk. Is dat mogelijk? Ik weet niet of dat mogelijk is. Kijk, die mensen zijn... ik las dat er één persoon aangehouden was die hier nog vastzit. Ja. En de rest is weer terug in Frankrijk. Dus ik vraag me af of dat mogelijk is. Het zal niet heel makkelijk zijn in ieder geval. Goed, we blijven het volgen. Hartelijk dank voor de komst naar de studio, meneer Bolle. Graag gedaan.